Polly, kom. Kom, hier. Goed zo, goed zo. Hoe speel je met je hond? Goed zo. Lekker bezig, Lars. Ja, dankjewel. Nou, ik kan niet meer, maar hij is gek op zo'n parcours. Heel goed. Ja, spelen en bewegen met je hond is heel belangrijk. Het zorgt voor een goede band, het geeft hem wat te doen, hè? Zodat hij lekker actief blijft en dat hij zich niet gaat vervelen. Ook zorgt het voor een goede conditie, hij leert sociale vaardigheden en hij leert zich ook aan de regels houden. Maar hoe doe je dat dan als je hond liever niet zo'n parcours aflegt of als je simpelweg daar geen energie voor hebt zelf? Nou, je hoeft niet direct uitbundig te sporten. Lekker spelen is eigenlijk al voldoende. En voor de ene hond is spelen met een bal al genoeg en de ander die houdt van meer uitdaging. En dan kan je groter uitpakken met hindernissen, zoals tunnels. Man, ik kan wat extra's gebruiken. Ja, het is inderdaad belangrijk om je voeding aan te passen op je beweging. Dit geldt ook voor je hond, want als je hond veel beweegt, heeft je goede voeding nodig om zijn lijf gezond te houden. Denk bijvoorbeeld aan voeding voor spieren en gewrichten. En heb je een hond die minder actief is, dan is gewone adultvoeding prima. Ja, best logisch eigenlijk. Ja, en heb je nou geen tijd voor een lange wandeling of een sport- en speldag, dan zijn er genoeg speeltjes waar de hond zichzelf mee kan vermaken. Denk bijvoorbeeld aan een snuffelmat. Bewegen en spelen met je hond is erg belangrijk. Maar of dat nou een simpel balspelletje is of een uitgebreid parcours, dat maakt niet zoveel uit. Ik zou zeggen, veel plezier en ik kan wel wat rust gebruiken. Tot de volgende!